Watch Dogs 2. Ga je Watch Dogs 2 spelen? Oké, Watch Dogs 2 is er. Fucking. Ik weet niet of je Watch Dogs 2 hebt gespeeld. Dus als je niet op Watch Dogs 2 speelt, dan ben je gekomen. Hé, wacht eens. Deze intro ken ik van ergens. Heb ik niet al ooit eens zo'n ontvoeringsintro gemaakt? Ik ben zelfs niet eens echt ontvoerd. Ja, ik kan echt beter stoppen met die onzin. Fuck, doe ik met mijn leven helemaal. Kut YouTube. Yo mensen, mijn naam is Kastjoep en welkom terug bij eindelijk een video op Watch Dogs 2. Enkele jaren geleden heb ik video's gemaakt op de eerste Watch Dogs en blijkbaar willen jullie nu massaal terug Watch Dogs 2 zien. Het spel is al even uit, maar ik heb er nog steeds geen video op gaan maken, dus bij deze... Welkom bij eindelijk de nieuwe Watch Dogs. Zoals jullie weten gaat het spel over hacken en natuurlijk deze guys een telefoon hacken, maar daar heb ik eerlijk gezegd geen reet aan. Want ik zit vandaag eerlijk gezegd in een Poolse sfeer. En dat komt mede door het weer. Ik kwam vanochtend bijvoorbeeld terug om naar hier naar huis te gaan en ik moest eerlijk gezegd met de brommer van het station naar mijn huis rijden. Maar toen ik terugkwam zag ik dat mijn brommer volledig bevroren was. Hier is een foto. Mijn fucking hele brommer was bevroren, inclusief mijn helm. Oké, dat kan ik best wel raden, omdat het sowieso koud ging zijn. Maar oké, het was toch een verrassing toen ik daaraan kwam. Eind goed, al goed. Mijn brommer startte wel na een paar keer te hebben aangestampt. En ik ben veilig thuis geraakt. Holy fucking shit, ik kan nog steeds niet rijden. Aan de kant, Belo. Maar omdat ik dus in mijn Poolse sfeer zit vandaag. Allee, waarom kruip je dan in mijn weg? Ga dan aan de kant. Wat staat je daar te fucking wandelen? Maar dus, als ik eindelijk mijn zin kan afmaken. Omdat ik dus in mijn Poolse sfeer zat, wou ik vandaag hier in Watch Dogs 2 de crimineel gaan uithangen. Want ja, wat moet een Pool anders doen? En ja, blijkbaar heb ik nu al flik achter mij aan. Wat heb ik nu gehad? Ik heb misgedaan, ik heb mijn video nog niet eens gestart. Ik heb serieus nog niks crimineels gedaan. Buiten aan die twee mensen omgereden, maar die stonden echt in de weg. Oké, ik kan normaal deze vlekken hier laten ploffen. Hoplassen! Oh fucking hell, die ben ik al tegen het ding gereden. Ah, en ik ben blijkbaar opeens van de flik ontsnapt. Nice. Even parkeren. Voilà, ze perfecte parking, like a motherfucking boss. Wat ik dus wou zeggen, ik wil vandaag de crimineel gaan uithangen. En momenteel gaat dat niet, want ik heb niet eens de looks. Allee, kijk eens hoe ik eruit zie. Kijk naar mijn kleren. Zo ziet een crimineel er niet uit. Ik heb kleren aan alsof ik een guy zou zijn van een of andere telecommaatschappij die een of ander abonnement wilt aansmeren. Dus ik moet wel even andere kleren gaan zoeken. High five, bitch. Hier is een kledingswinkel. Yo, what's up, dreddies? Nice t-shirt, check. Nice broek, check. Nice muts, ook check. En huidskleur, ook check. Nu kunnen we eindelijk aan onze criminele zaken beginnen. Hey, kijk eens aan, er zijn fucking nice auto's in dat salon. Normaal gezien zou ik die auto op een of andere manier kunnen hacken. Fucking hell, verkeerde knop. Dat is beter. Oei. Ja, die auto is wel iets te ver gereden, waardoor hij nu is gebotst en nu onbruikbaar is. Dus ik ga deze auto wel pakken. Hey, merci dudes. Dankjewel voor het lenen. Waarom de fuck gaat die auto nu open? Oké, en we rijden weg. See you later, bitches. Ah, fucking hell, nog eens gebotst. Dankjewel. En dada. Natuurlijk heb ik die stomme flikken weer achter mij aan, maar ik kan niet normaal hacken dat je opzij gaat rijden, maar dat werkt op een of andere manier niet. Oh shit, ik heb iets laten ontploffen. Dat was niet mijn bedoeling. Ik heb mijn eigen opgeblazen. Holy shit, dat is een nice auto. Wacht, wacht, wacht. Kom eens terug. Hey, ik moet die auto hacken. Nee, kom terug. Oké, oh, ik heb iets gedaan. En die rijdt aan de kant. De limousine, niet omrijden, dankjewel. Zit KSI in die auto? Ah nee, ik ben KSI, denk ik. Hapsakee, dankjewel. See you later, bitch. Ja, hoe snel gaat dat ding? Oh my fucking god. Hallo, je moet maar aan de kant gaan. Wow, shit, man. Godverdomme, ik moet dat hacken echt nog leren. Ik heb dus die fucking ijskar of wat ook is gehackt dat hij naar links zou rijden. Maar ja, die reed dus blijkbaar naar rechts. Hey, flikken, doe eens normaal. Wat is uw probleem? Yo! Jij reed tegen mij! What the fuck is uw probleem? Oké, het zou nu nice zijn als ik door die barrière zou kunnen rijden, maar nee, daar staan paaltjes. Wat moet ik nu in godsnaam doen? Oh ja, bijna vergeten, ik ben een hacker. Boom, bitch! Paaltjes gaan naar beneden. En de flikken zijn te dom om achter mij aan te gaan. Oh my... Er stond dus een kom melk en die heb ik net verongeluk omgestoot. Ik ga helemaal vallen, ik weet niet of je het kunt zien. Godverdomme! Wat ben ik toch voor een oetel om die melk daar te laten staan? Oké, het is een half uur later en ik heb de technische melkproblemen opgelost. Ja, ik heb helemaal niks opgelost. Ik heb eigenlijk gewoon mijn broek uitgedaan. Maar het is echt allemaal de schuld van die kutflikken dat ik die melk heb omgestoten. Dus ik ga die nu een lesje leren. But first things first, we moeten weer een auto stelen. Schatje, je bent thuis! Volgens mij moet ik hier zijn voor een nieuwe auto. Oh, nee, joh, doe eens normaal, joh! What the fuck? Je bent gewoon binnengereden in de winkel! Waar is de klantvriendelijkheid, man? Hier, joh, een stroomschok. BLO, man. Zo gaat je niet met je klant om. Hier is dus mijn nieuwe auto. En we kunnen... Ja, natuurlijk moet ik hem weer eerst openbreken. En we kunnen vertrekken. Eens kijken of ze me deze keer gaan pakken, die motherfuckers. Oh my god, ze beginnen te schieten. Ja, doe eens normaal. Ja, oh my god, waarom ben ik zo slecht in rijden? Jesus Christ, er scheelt iets met mijn auto, ik zweer u. Te voet dan maar. Run, Forest, run! Oké, waarom schiet je mij zoveel? Maar dat is oneerlijk als ik alleen ben. Hé, maar die helikopter moet eens normaal doen, hé! Chat. Die losers kunnen mij serieus niet vinden. Oh my god, maar ik kan dat ook echt niet schieten. Ik kan niet rijden, ik kan niet schieten, ik kan niks. Maar die bitches zijn wel dood. Oh my god, er nog een! Jesus, dat is geflikt! What the fuck, schoot je
man. Oké, lopen, lopen. Pak aan, Bello. En hier is een verlaten politieauto. Thank you, please come again. Oh my god, mijn auto brandt. What the fuck hebben die gedaan? Oké, eruit, 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 eruit. Loop dan. Niet rollen, lopen. Oh my god, kijk al die chaos hier. Ja, ik ben dood. Ja, tuurlijk. Godverdomme, man. Ja, crimineel zijn is niks voor mij. Ik hou het gewoon maar bij koffie drinken.